Van de mooie petit werd bij mij in Haasdag vrij helder waar, hinder zelfs in Sijsbirm nog een hele graad onder nul. Maar op de plak met bewolking werd al boppen nul. En de kelt zal ik voorlopig wel uit de loft wijzen. Maar het waaien het wel wat skier over het veld. En vierdes de zinnen bebeer het van de morgen nog wel, maar zo staan gewoon meer en meer terrein verliezen. Ja, en dan over de natuur. Die wacht het op de warmte, op het ruimwetter om u te botten, om grien te worden. En het zal al je barren. Want ontem uit het weekend krijgen we eerst het ruimwetter en letter de warmte. En we sjoggen er al nu uit. Joen en vannacht. Een nacht met uitentrog ruin of lichte ruin bewolking en de temperaturen 3 graden. En de wind die komt uit het oosten en het zuidoosten mee, meestal tijds mag ik zeggen, en de wind is zwak of matig. Moenudai, ik een protte bewolking, en ze hebben wat ruin, flinke droge perioden. Ja, krijgt als vannacht ik kans op wat dampwaar of mist. En misschien, heel misschien, ik nog wel even een beetje zinnen. De temperaturen moen 8 en 11 graden. En de wind uit het westen en zuidwesten mooi, die is zwak of matig. Trog naar het vooruitzicht. Tongens en vrij, dat bent 2 dagen mooi betieden ruin en lichte ruin. Soms even een droge periode, temperaturen al wat 12 graden. En dan zitten we in de dubbele cijfers. En sneeuw met een prima dag met zijn 12 of 13 graden. De zinnen erbij, droeg waar ze het nou steeds, dat is op het nipperke. Ja, en dan wordt het echt mooi tijd, want het kan sneeuwen wel 16 graden worden. En man, je misschien wel zandje en een wachtje. We met de morgen, maar weer even in het waarschijn.